symbolisch is dat de start van de zomer. Regio 90 nieuws. Bij kersenkweker Vernooyen in Koten is het eerste mandje kersen uitgereikt. Het traditioneel overhandigen van het eerste mandje kersen is gewoon heel belangrijk. Symbolisch is dat de start van de zomer. Ik ben een kersengenieter en ik vind het ook heel fijn dat er tegenwoordig heel veel verschillende rassen zijn. Waardoor je eigenlijk heel vroeg in het seizoen, nu al, en komende geloof ik 6-7 weken kunt genieten van kersen. Hoe kun je nou zien of het een goed kersenseizoen wordt? Dat kan ik aan het eind vertellen als alles geplukt is. Maar dat kunnen we nog niet zien. Veel kersen hebben wil niet zeggen dat je ze allemaal kan plukken en verkopen. Die hoogstaanpercelen dat hangen allemaal buiten. Daar ben je echt helemaal 100% afhankelijk van het weer. En onder de overkappingen ben je wel oogstzekerder. Dat wel. Dus we hebben daar wel een goede basis mee. Maar het zou mooi zijn als we ook die 5 hectare hoogstam die we nog op het bedrijf hebben, ook allemaal kunnen plukken. Ja. Want die worden gehandhaafd, hè? Ja, ik vind het gewoon prachtig om hier bij het bedrijf, bij de landwinkel, bij de schenkerij, de hoogstamboom gehad te hebben. We zien het ook als het onderdeel van een kersenmuseum. Zoals vroeger de kersen geteeld werden, met die oude rassen erin. Nou, dat vinden we gewoon mooi. Ja. Dus, zijn er nog wel mensen te krijgen die op die hoge ladders durven? Het wordt wel steeds lastiger, ja. Hè. We hebben best nog wel veel oude baasjes, oude mensen die vroeger kersen geplukt hebben en die hier nu nog komen als ze in de fut zijn of zo. Maar het wordt wel lastiger, ja, dat is wel zo. Ja. De hut hebben we vandaag opgebouwd en morgenochtend start de verkoop aan de weg. Regio 90 nieuws. Meer nieuws en achtergronden op regio90.nl.